5 tips voor jullie over hoe je niet te veel gaat snijden in quarantainetijd. Oké, ik weet niet of ik goed zit. Probeer gewoon goed te zitten voor de video. Ik ga dus nu een video filmen. En ik heb al best wel lang geen video meer gefilmd. Dus ik vind het soort van wel spannend. Echt. Hey en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik 5 tips voor jullie over hoe je niet te veel gaat snijden in quarantainetijd. Iedereen weet corona nu, we mogen niet de deur uit. We zitten best wel veel thuis. Dus wat gaan we doen zodat we niet aankomen en niet te veel gaan snacken? Ik heb hier 5 tips voor jullie verzameld die ik toepas in mijn current situation. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duim omhoog te geven. En te abonneren door jullie hieronder te klikken. Ik wil even een waarschuwing geven. Ben jij gevoelig voor deze dingen? Want de woorden afvallen komen hiervoor, calorieën komen hiervoor. Ben je er gewoon gevoelig voor? Kijk dan deze video niet. Ik moet het echt vaker gaan zeggen. Ja, waarom ben ik van plan om dit vaker te gaan zeggen? Omdat ik merk dat de video's waar ik over film, dus over eten, over afvallen, over sporten, zijn best wel gevoelige onderwerpen. Toen ik begon heb ik me niet gerealiseerd hoe gevoelig het eigenlijk is. Maar ik wil wel een heads up geven dat als jij daar last van hebt, kan je beter deze video dus niet kijken. En het is niet omdat ik je wil benadelen, maar het is alleen voor je eigen gezondheid. Zodat jij geen last ervan gaat krijgen. Oké, met dat gezegd te hebben, heb ik dus 5 tips voor jullie. Om niet te veel te gaan snijden. Want op het begin van de coronatijd, oh my god, heb ik denk een week lang in joggingsbak gezeten. En heb ik een zak Bounties gehaald, heb ik een zak Twix gehaald. En ik heb gesnijd als een malle, omdat ik me verveelde. En ik was helemaal even dat ik denk, what the fuck, wat is dit? En ik snap ook, voor mensen die al zeg maar wat angstiger zijn, dat dit ook echt een hele impact kan hebben mentaal. Gewoon, dus al dat is gewoon niet fijn. Dus ik probeer nu een positieve en leuk bericht naar jullie te versturen. En de dingen die ik doe om mijn mind happy te houden, om mijn lichaam goed te houden en om toch nog gezond te eten. Tijdens de verbouwing en de verhuizing, zoals je ziet, zit ik nu in het nieuwe huis. Ik zit nu boven in mijn slaapkamer. En nou, dat was echt zo slecht gegeten. Ik heb zo slecht voor mezelf gezorgd. Dus nu dat het eigenlijk wat rustiger is, probeer ik echt weer mijn eten gewoon goed op te pakken. Nou, gewoon een beetje laksheid krijg je dan. En dat wil ik gewoon niet. Dus let's start. Mijn 5 tips. Tip nummer 1. Probeer zoveel mogelijk te bewegen, ook al is het in huis. Oké, wat bedoel ik daarmee? Ik ga het duidelijk uitleggen. Bewegen in huis. Veel schoonmaken, veel opruimen, veel dweilen, veel van alles en nog wat. Klusjes die je hebt laten liggen, kan je nu doen. Als je maar gewoon in beweging blijft. De was, vouwen, trappen oplopen. Kijk, ik heb een doelstelling voor mezelf dat ik sowieso iedere dag 10 keer de trap oploop. Nou, dat haal ik makkelijk. Oh, dat klinkt heel arrogant. Oh my god, Mer, alsjeblieft. Nee. Ik zit ook helemaal vast in mijn haar. In ieder geval dat je gewoon lekker in beweging blijft in en rondom je huis. Het hoeft niet meteen sporten te zijn. Want sporten is dan weer meteen zo van, oh, dan moet ik mijn sportkleren aan, dan moet ik weer dit, dan moet ik weer dat. Nee, gewoon bewegen in huis. Lichaam ook. Niet te veel laat bank hangen. Dat is mijn allereerste tip. Oké, tip nummer 2. Dat is echt zo mega cliché, denk ik. En je gaat nu ook echt zeggen van, oh my god, dat heb ik echt al zo vaak gezien bij andere YouTubers. Waarom zeg je dat nog? I know, maar dat is water drinken. En niet zomaar water drinken. Genoeg water drinken. Ga niet zoveel water drinken dat je jezelf van binnen verzuipt. Dat hoeft ook weer niet. Maar gewoon goed water drinken over de hele dag. Dus niet in één keer een liter naar achter werken. Dat heeft totaal geen zin. Oké, en dan hoor ik je denken, water drinken is echt saai. I know, maar je kan het wel leuk maken. Wat ik heb. Als je niet echt van water houdt en je bent niet echt een waterdrinker, is gewoon één hele grote fles vullen en die in de koelkast zetten en dan tegen jezelf zeggen, die wil ik voor het einde van de dag helemaal leeg hebben. Dat is 1. Als je van challenges houdt en zo. 2 is om gewoon iedere keer wanneer je water drinkt een sterrenijs erin te doen. Het geeft zo'n lekker geurtje waardoor het lijkt alsof het een heel zoet drankje is, maar het blijft gewoon nog steeds water. Of je kan munt erin doen, je kan citroen erin doen. Van Spa heb je ook met smaakjes, die zijn ook heel lekker en dan krijg je toch je water binnen. Oké, een tip nummer 3. Maar zo is ook 3. Dus we doen 3 deze 3. Tip nummer 3 is dat je dus voldoende moet eten. Ontbijt, middag, lunch of luister naar je lichaam wanneer je honger hebt. Maar hou wel gewoon je voeding aan. Ga niet te weinig eten juist, want daardoor ga je juist meer snacken. En krijg je meer zin in allerlei verschillende dingen, wat dus niet goed is. En ik weet, die is ook al 180 keer voorbij gekomen, maar het is echt een goede tip. En nu vooral dat we binnen zitten, kunnen we juist lekker de tijd nemen om lekker te gaan koken. Bijvoorbeeld ontbijt, lekker uitgebreid met havermout en banaan. En maak je eigen heerlijke creatie dat je denkt, oh ja, doe het in de vriezer en je hebt voor 2 dagen heb je ontbijt. En dan is het een keer wat anders dan een boterham met kaas. Of je gaat gewoon heel uitgebreid koken voor jezelf. En dan vries je dat ook in en dan heb je voor een paar dagen ook weer eten, wat ook weer goed is voor je lichaam. Yes!
Zorg goed voor jezelf. Heb liefde voor jezelf. Maak je niet te druk over alles. En het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar probeer het alsjeblieft. Tip nummer 4 alweer is om niet te veel te gaan bankhangen. Het nieuwe zitten is het nieuwe roken, zeggen ze. Het is ook niet goed voor je, dus niet zo lang zitten, niet te lang op de bank hangen. Je wordt er heel erg lui van en je dag begint al en je denkt, dan heb je al geen zin meer om dingen te doen. Natuurlijk mag je echt wel, doe ik echt wel een video of een filmdag hoor, dat ik gewoon de hele dag video's of films kijk, maar niet van maandag tot en met vrijdag. Maar ik, nee. En ik weet dat de verleiding nu echt heel erg groot is om de hele tijd gewoon op de bank te zitten en lekker te snaaien. Guilty, binder dan dat. Je wordt er niet echt happy van, denk ik. Ik in ieder geval niet. Ik word er een beetje somber van. En niet echt dat ik denk, wauw, wat een... Al het negativiteit wat je dan op het nieuws hoort en dan ook nog tv gaat kijken en dan ook nog in je joggingspak zit. En de hele dag daar zit met een zak chips en dan denk ik van, what the hell am I doing? Oké, dan zijn we alweer bij tip nummer 5. Dat gaat over bewegen. Probeer gewoon zoveel mogelijk met je kinderen te gaan. Heb je kinderen, is het superleuk om lekker kindermuziek aan te zetten. Te dansen door de kamer, gek te doen door de kamer. Koprollen te doen, handstand te doen. Van alles, maak er een hele leuke bende van. En je bent aan het bewegen zonder dat je het eigenlijk zelf soort van merkt. Je doet niet speciaal je trainingskleren aan of wat dan ook. Je bent gewoon lekker bezig. En dan heb ik nog een extra tip, dat is voor je mind. En bij mij helpt het heel erg goed wanneer je somber bent of een beetje down bent. Dan ga je naar beneden ook weer of boven, maakt niet uit eigenlijk waar je dat doet. Je doet de radio aan of je doet je favorite playlist van Spotify of weet ik veel waar. Je zet hem keihard aan, niet zo hard dat de buren klagen of dat de politie in één keer aan je deur staat. Je pakt een borstel, je pakt een pollepel, maakt niet uit. Je zingt en je danst, zodat je zo goed mogelijk in je vel komt zitten en dat je niet denkt van... Want als je zo goed mogelijk in je vel zit, dan ga je ook niet stressen. En als je niet gaat stressen, ga je het ook niet heel erg snijden. Want het is lastig. Het is echt een lastige tijd. Ik vind het lastig om mijn familie niet te zien. Ik vind het lastig om niet naar mijn moeder te gaan. Mijn moeder werkt in de zorg. Dus die kan ik niet zien. Ja, alleen via bellen en FaceTime. Maar dat is toch anders. Ik mis ze. En dus probeer ik wel zo happy en vrolijk mogelijk te blijven. Door dus dit soort dingen te doen. Door dus lekker te zingen. Door dus lekker te dansen. En scheid te hebben aan hoe de fuck wat van mij vindt. Gewoon doen waar je je goed bij voelt. En waar je gelukkig van wordt. En dat is echt mijn boodschap. Als je moeder bent, wees niet te streng voor jezelf. Je moet nu zoveel dingen doen. Je moet en kinderen lesgeven. En jezelf nog enigszins verzorgen. En het huis verzorgen. En zelf werken. Dus wees niet te streng. Als je een dag zoiets heb van het leren lukt me niet of het lesgeven, wees dan niet te streng en ga niet jezelf allemaal dingen verplichten om te moeten doen, terwijl je weet dat je aan het pushen bent of jezelf over je grens aan het trekken. Doe dat alsjeblieft, wees gewoon alsjeblieft heel erg lief voor jezelf. Dat is echt mijn boodschap van deze video. Wees gewoon lief voor jezelf. Dat deze tijd waar we nu in zitten, dat we daar mentaal niet helemaal aan onderdoor gaan. Het is wel heel erg drastisch, I know. Maar overal op mijn kanaal, als het nou over afvallen gaat, over gezond eten, wees altijd goed voor je lichaam. Wees lief voor je lichaam. Ga niet dingen forceren. En wees niet te streng voor jezelf. Vooral dat, wees niet te streng voor jezelf. Oké, wauw, ik heb echt veel gekletst. Anyhow, ik hoop echt dat je wat aan deze had. En dat het jou, ja, weet je, ik kan dit aan. Ik kan deze quarantainetijd aan. En ik ben gewoon gelukkig en happy en niet te angstig. En ik maak het niet te zwaar voor mezelf. Dan wil ik deze video nu gaan afsluiten. En dan zie ik jullie vrijdag weer bij een weekvlog. Hou van jezelf. Ik hou ook van jou. En ik zie je volgende week. Heb een hele fijne dag. Vond je dit een leuke video? Vergeet er geen dikke vette duim omhoog te geven. En te abonneren door je onder te klikken. En dan zie ik jullie vrijdag. Love you. Your friends want you every time I call. I know, you know, I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all.